wat heel erg doorwerkt in je applicaties. Zeg je? Dus weer iets wat heel erg doorwerkt in je applicaties. Ja. Is het niet iets wat je in extended attributes kunt opslaan? Ja, dat kan. Als we access control lists gaan maken, dan komen die logischerwijs in extended attributes terecht. En hoeft er verder niks meer aan het filesystem te komen dan? Wat Peter zegt, je moet inderdaad door het hele systeem heen die functionaliteit heen implementeren. Anders heb je neem je het net over, ben je net alsof er dan het filesystem veranderd moest worden? Je moet ook in het filesysteem veranderd worden. Het hele systeem moet toch weten dat er extra beveiliging is, dat er access control lists zijn. Ja, dus dan moet je op een aantal lagen in het systeem moet je dat gaan implementeren voordat het werkt. Dat moet je als security expert toch weten dat security, als het niet door het hele systeem heen geïmplementeerd is, dan heb je een lek. Maar je had net over dat filesysteem zou moeten worden aangepast. Nou, dat denk ik wel, ja. Nou ja, dat moet. Er is bijvoorbeeld een POSIX interface voor access control list. Nou, dat moet je dan gaan implementeren. Ja, oké. Dus dat zit dus op een filesysteemniveau. Mm-hmm. Ik bedoel, we kunnen best wel zeggen van nou, wij doen een extended attribute. En wij zeggen nu dat daar een access control list in zit. Maar dat betekent dan dus dat iedereen dat die access control list kan veranderen, omdat het gewoon een normaal extended attribute is. Dus je moet dan in alle lagen van het systeem moeten dan weten. Dat extended attribute betekent dat er extra toegangsrechten zijn waar je aan moet houden. Je weet dat wij Atios filesysteem gebruiken? Ja, dat had ik ook net gezegd. Ja. Mm-hmm. Nou goed, we gaan door naar het tweede hoofdonderwerp. De syllable server. Die als kale console Linux niet zo heel interessant is, behalve dat wij daar onze websites en zo op draaien. Oké, pauze over een half uur. Om de video te verwisselen. Ja, nog een half uur. Nee, maar dan weet je het. Ja, of een half uur, dan weet ik het toch niet wat het dan is. In de winterconferentie, een maand of acht geleden, hadden we dus een hele kale X11 erbovenop. Met een hele kale TWM Tab Window Manager. Maar goed, dat was natuurlijk wel een goede proof of concept. En dat was allemaal geïnstalleerd van Gobo Linux binaries. Want het probleem is, het was al ontzettend veel werk om Syllable Desktop te maken. Om dat over te nemen van Atios en op te schalen. En om daar een heleboel extra dingen naar te poorten. Maar als je meer Linux gaan bouwen, meer open source gaan poorten, of echt een Linux gaan bouwen, en daar dan ook nog een X bovenop gaat zetten, dan kom jij een hele series pakketten van derde projecten, die allemaal overgezet moeten worden. Nou, dat explodeert heel snel. Dan krijg je veel meer dan wat er in Syllable Desktop zit. Dus dan wordt het werk wordt dan heel veel meer. Dus je zit met een dilemma. Aan de ene kant is het heel veel werk om Syllable Desktop verder uit te bouwen en je grafische omgeving af te maken en die applicaties te maken. En dan kun je wel zeggen van ja, ik maak een Linux en ik zet daar X op en ik ga die X-applicaties gebruiken. Maar dat is ook waanzinnig veel werk. Dus op een gegeven moment moet je soms praktische dingen doen. En een van de dingen die ik heb gedaan om dit proces te versnellen, zeg van ja, dit is zoveel werk, als we nu echt X erop willen hebben, dan heb je alleen nog maar X, dan moet je een toolkit hebben. Dan heb je alleen nog maar een toolkit, dan moet je een desktop hebben, dan heb je alleen nog maar een desktop, dan moet je applicaties hebben. Dat is zoveel werk, daar ben ik ook jaren mee bezig, als ik dat echt op de syllable manier ga doen in mijn eigen bouwsysteem. Ik heb een softwarebouwsysteem voor syllable ontworpen en gemaakt en 8 jaar lang verder ontwikkeld. En een heleboel van die gepoorte software daarin gezet. Dus dat wordt allemaal gebouwd via mijn systeem. En logischerwijs moet je dan X en die desktop en die X-applicaties moet je dan ook in mijn bouwsysteem gaan porteren. En op die manier bovenop Syllable Server bouwen.
Maar ook dat is zoveel werk dat ik besloten heb om daar nog een shortcut te nemen. Dus ik heb vorig jaar heb ik een aantal package managers, dus bouwsystemen of binaire pakketmanagers van anderen geprobeerd. En daarvan hebben we er nu een stuk of drie draaiend. Dus het systeem wat je nu gaat zien, dat is helaas op de traditionele Unix open source wijze bij elkaar gegrabbeld. Van allerlei dingen die maar met een beetje niet al te veel moeite beschikbaar zijn. En zelfs dat is al heel veel werk. Nou, dan krijg je dus problemen met je integratie. Dus er zitten allerlei integratieproblemen in, waardoor dit nog niet echt releasebaar is. Dus dat moet je even in gedachten houden. Nou, als je dan nog even voor de geest haalt hoe Silver Desktop hier reageert op dit machine, dan kunnen we nu interessante vergelijkingen gaan maken. Want de basis van deze Linux, die is dus wel helemaal in mijn systeem gebouwd. Dus dat is echt wat je kunt bereiken met Linux, als je dat op dezelfde manier bouwt als Silver Desktop. Dus dat is eigenlijk het opstarten in de console tot aan de login. Het is heel erg hetzelfde gedaan als Silver Desktop. Nou, daar gaat ie. Deze opstartberichten die zouden een stuk bekender moeten zijn. En dit zijn in principe de standaard Linux opstartberichten. Dit is echt de Linux kernel die bezig is. En dan is die dus regelmatig een aantal seconden met iets bezig. Van je moet ze heel goed weten wat, maar blijkbaar heeft hij daar een aantal seconden voor nodig. Nou, er zijn een heleboel van die dingen die hij moet doen achter elkaar om op te starten. Nou, en dan begin je te merken dat dit een 12 jaar oude laptop is. Er zitten een paar failures, krijg je te zien, vooral aan het eind. Want er zijn een paar dingen die ook nog niet zo elegant zijn, eigenlijk net als een Silver Desktop. Dus er zitten dingen in die je eigenlijk gewoon hadden moeten zeggen van, nou, dit is niet geactiveerd. Maar het effect op dit moment is dat ze een failure bericht geven. Dus de meeste dingen daar aan het eind, dat zijn services die wel probeert te starten, maar die gewoon niet geïnstalleerd zijn en die dus niet kan vinden. Nou, dan zijn we door het opstarten van de kernel heen en de eerste lagen van de console. Dus we zitten nu in een Linux-console en die is halverwege ook omgeschakeld van een echte grafische karaktermodus, heel traditioneel, naar een grafische console, waarin die nou toch nog steeds lettertjes laat zien. En dat is de Linux-grafische console waar we nou in zitten. Dan heb ik vorige conferentie ook een heel verhaal gehouden over de systeemstructuur hiervan. Die is afgeleid van Silver Desktop, maar eigenlijk al wat verder ontwikkeld. De structuur van het systeem, de file system layout, die zit nog niet eens compleet in Silver Desktop. Maar een van de dingen die ik gedaan heb is de file system layout, wat normalere namen geven, dat iemand die geen 20 jaar Unix ervaring heeft misschien ook nog wijs uit kan worden. En dat geldt ook voor de login namen. Dus ik log nu in met de naam system, maar dat is op dit systeem is dat equivalent met de traditionele Unix naam root, die de meeste Linuxen nog gebruiken. Maar is het ook nog zo, dat je moet natuurlijk eigenlijk meestal niet als root inloggen. En deze Syllable Server, de laatste versie 04, die is ook zo ingesteld dat je in principe niet als root, dus niet als system inlogt, maar als administrator. Nou, ook een naam die redelijk intuïtief zou moeten zijn. Precies. Zo. Toen doen we wat handreikingen. En
Maar het punt is, ik ga nou dadelijk...